mevrouw Segers, ik zie echt het probleem niet. Eerst zeg je, het is een interessante oefening. Dan zeg je, we mogen het niet vastleggen. Maar ik zie echt het probleem niet. Het probleem is dat SPA een probleem heeft met het woord Vlaanderen. En met het woord Vlaamse gemeenschap en met het woord Vlaanderen. Daarover gaat het. Daarover gaat het. Het was werkelijk bijna toen ik de kranten opensloeg. Ik heb het ook geschreven in een artikel. Ik zeg tegen mijn vrouw, ik moet mijn valies pakken en me laten berechten in Nuremberg. Ik was bijna fascistoïde dat ik sommige commentaren las. En nu komt men tot de zegt men, oeh ja, misschien wel een interessante oefening. Ik vind dit helemaal, wat is daar nu fout aan? Zeg mij nu eens, was het fout aan dat wij aan leerlingen of al nieuwe mensen, nieuwkomers in Vlaanderen, laten Jacob Jordaans bijvoorbeeld, Antoon van Dijk, Rubens, Hugo Claus, bijvoorbeeld, hoe zal ik zeggen, de Eerste Wereldoorlog met zijn gruwel, die zwaar heeft toegeslagen in Termonde, ons koloniaal verleden, dat we dat meegeven aan de mensen. Wat is daar nu fout aan? Tenzij je natuurlijk wil zeggen van, nee, wij mogen geen gedeeld iets hebben. Dat mag niet. Dan ben je politiek bezig, dat wil ik net niet. Ofwel erken je dat Vlaanderen een gemeenschap is, zoals het nu is, mevrouw, met eigen instellingen, eigen universiteiten, eigen onderwijs, eigen politieke partijen. Dus er is eigenlijk als een evolutie die al jaren bezig is, die erkend is door iedereen. Dat is toch groot dat volk, die natie, zijn eigen dynamiek gaat hebben. En we gaan inderdaad zeggen van, kijk, we willen iedereen betrekken bij die gemeenschap.